Losgeld. Olie, oliedomme staat, die leerlingen vanaf twaalf jaar nog altijd letterlijk met A of B. Welkom in het middelbaar. Aan Vlaanderen een vraag. Wanneer ligt de maatschappij volledig plat? Is dat wanneer de notarissen en de senators staken of als de loodgieters, de bakkers en de havenarbeiders niet opdagen? Ah. Inderdaad, het land ligt op zijn gat als de dakwerkers nakateren, als alle winkeliers hun schub afkuisen, als de onthaalmoeders de luiers zelf aandoen, als koks hun kat zuren naar Namfong, Mr. Spaghetti en naar alle internaten. En wie is nu het slimst? Iemand die weet waar de Aconcagua ligt? Een vraag uit het slimste mens ter wereld: of wie het hele stroomschema kan tekenen en uitvoeren voor een schoolkeuken, het sportpaleis, wedstraat, vergaderzalen. Iemand die weet hoeveel een flamingo weegt of iemand die een tillift kan bedienen zonder dat de bomma valt op koude tegels voor het licht uitgaat. Wij moesten maar eens over A en B ministers praten. Dan zouden ze misschien verstaan hoe het aanvoelt. Alsof wij tweede keus zijn, alsof een stijlleren slechts een plan B kan zijn, voor als de A-richting iemand niet licht, niet gaat. Straks vraagt jij Vlaanderen nog losgeld voor het woord intelligent, dat jij al eeuwenlang gegijzeld houdt, alleen voor kwisters reserveert, voor dokters, architecten, wetenschappers, voor mevrouw Michiels en advocaten. Terwijl wij, trappenmakers, de hellingsgraad berekenen, de ideale afstand tussen treden. Kunt jij dat Vlaanderen? En weet jij alles zoals wij, mechaniciens, over de juiste spanningskracht op bouten van de nokkenas of hoe de distributieriem vervangen dient voor een perfecte kleptiming? Zolang jij Vlaanderen niet ook de vakman slim noemt in kranten, spelprogramma's en journaals, zijt jij de aas in uw naam Vlaanderen niet waard.